Hoe werkt We gaan dus naar de afronding van de Diesemann Tentaki. En aan het begin memoreerden we al dat het 32-jarig bestaan van twee politieke partijen in ons land. We hebben het over de Surinaamse Partij van de Arbeid en we hebben het over de Nationale Democratische Partij. De heer Fred Derby, zo bij Karing, heeft een langere naam hoor, is de eerste voorzitter geweest van de SPA en is ook nog een van de oprichters geweest van de Surinaamse Partij van de Arbeid. Het Nationaal Informatie Instituut heeft daar aandacht aan besteed een tijdje terug. En dit is een van de filmpjes die u ook kan vinden op het internet. Bent u ervan op de hoogte dat Frederik Marinus Emmanuel Derby, meer bekend als Fred Derby, 18 jaar terug en wel op zaterdag 19 mei 2001 plotseling is komen te overlijden? Fred Derby werd 61 jaar. Derby was lid van de toenmalige politieke partij PNR, Partij Nationalistische Republiek onder leiding van Eddy Bruma en zat namens deze partij in de Staten van Suriname in de jaren 70. Eind jaren 70 trad hij uit deze partij en richtte hij later in 1987 de Surinaamse Partij van de Arbeid, de SPA, op. In 1996 werd hij gekozen tot lid van de Nationale Assemblée, deel uitmakende van het Nieuw Front. Bent u ervan op de hoogte dat Derby, van huis uit onderwijzer, ook zijn stempel heeft weten te drukken in de vakbeweging? Hij was jarenlang de voorzitter van de Centrale van 47 Bonden, C47. Op 19 mei 2001 werd Derby tijdens het voetballen getroffen door een hartaanval. Hij werd in allerijl naar het RK-ziekenhuis vervoerd, waar hij zijn laatste adem uitblies. Derby is op de begraafplaats Marius Rus ter ruste gelegd. Bent u ervan op de hoogte dat de Russe Vredestraat na Derby's overlijden naar hem vernoemd is? En ik ga ervan uit dat op de jaardag van de Surinaamse Partij van de Arbeid, dat er dus vandaag dan door de leiding van de SPA, nu onder Juno Kastelen, dat er dus kransen zullen worden gelegd bij het monument van Fred Derby, daar op de hoek van de Fred Derbystraat en de Dr. Sophie Redmondstraat. Een andere politieke partij die drie keren nu in het machtscentrum zit, is de Nationale Democratische Partij. En we praten dan over de NDP. In 2000 is de Weidenbosbrug geopend. En daarvoor hadden we dan, moesten we dan die oversteek doen van Meerzorg naar Paramaribo. En we gaan terug naar die periode. We brengen dat dan in beeld, hoe men dus die oversteek moest doen. En toen gebeurde er dan nog met een ponton. We kregen dan ook zo een veerboot vanuit Albina. Wanneer hij dus naar Suriname kwam, hadden we dan ook met de Maruni. Daar moest je dus vanuit Frans-Guyana naar Suriname komen. We kennen dus al die momenten dan. En zo ging men dus, overal moest men over een rivier of over een kreek. Maar ja, in de jaren 80 is dat dan gaan veranderen. Dat er dan overal dan een brug kwam. We kregen dan ook zo de Baileybrug. En bruggen die zijn er gebouwd. En ook in het jaar 1996... hebben het gehad dat daar verandering in is gekomen tijdens de regeerperiode van Jules Albert Weidenbos. De eerste NDP-regering die Suriname gekend heeft. En we maken die momenten, we zien het nu weer in beeld. En ik weet niet of mijn volgende gast daar toen al geboren was en of hij daar iets van weet. Goedemorgen. Ja, welkom. Goedemorgen. Ja, ja. Weet jij er iets van die periode? Ik heb wel eens op de veerboot gezeten. Ja. Na Kommerwijnen. En nu wordt het gedaan door via de brug.
Ja, of ja, je hebt nog steeds mensen terug die gebruik maken van die kleine boten, maar ja, ik denk dat die veerboten nog, tenzij het een party is, de majeur en die privé, dat wel, ja. Ja, dat is dus een van de verworvenheden toen van de eerste NDP-regering die Suriname heeft gekend. En we krijgen dan nu ook in beeld hoe het nu eraan toe gaat, die oversteek met op de Jules Albert Weidenbosbrug. Opbrengen het even in beeld voor u. Oké, nog niet, maar we komen dan straks daarop terug. We hebben Leandro uitgenodigd vandaag. En eigenlijk Amakon Jung Tangi. Dat is eigenlijk hij eigenlijk komen doen vandaag. Een paar weken terug was hij hier, omdat Christafari dan zou optreden. En toen is hij hier gekomen om het een en ander dan duidelijk te maken. Een christelijke reggae-groep in Suriname. En hoe is het geweest? Men zou zeggen het was de bom. Geen woorden genoeg om te beschrijven wat we hebben ervaren en wat we hebben gezien. Los van het feit dat de performance van wereldklasse is, maar wat de mensen hebben ontvangen en wat ze dus hebben beleefd tijdens die show is, is onbeschrijfelijk. Ja. Nu bekijken we het vanuit een christelijke bril. Wat bedoel je nou met onbeschrijfelijk? Kijk, wij kennen het als, of wij beschrijven het als de tegenwoordigheid van God. Wanneer we dus zo bezig zijn. We hebben het NIS nu in beeld. Ja, welke dag was dat? Dit is zaterdag zelf tijdens de show. En daar zien we Sandrina Hunsel, een van de topsporters in Suriname, die zich heeft laten doen. We kennen haar vanuit volleybal. Ja, klopt. Het volleybal kennen we er. Ja, en ze heeft zich die dag ook laten dopen. Ze heeft zich laten dopen. Een bekende Surinamer die zich ook heeft laten dopen die dag is Lucinta Winters. Ja. En dat bedoel ik met bijzonder en apart. Je ervaart een gevoel dat je niet kan beschrijven. Dus als je één gelovige erbij hebt, dan is dat al goed. Om het zo te zeggen. Iemand die zich heeft overgegeven. Iemand die eigenlijk op het punt is gekomen waarbij die persoon beseft van ik heb God nodig in mijn leven en ik moet mezelf committen aan deze God. Ja, en dat is voor ons als evangelisten eigenlijk het hoogste doel. Ja, ja. En als we kijken naar 15 mensen die zich hebben laten dopen, dan mogen we toch wel zeggen over een geslaagde show. Ja. We zien een van de artiesten in beeld. Hij is ook, dat is de leadzanger, lead dat is de pastor. Ja. Ja, hij is ook predikant. Ja, hij is de pastor van dit geheel gebeuren en hij zorgt ervoor dat Christafari nog steeds 30 jaar lang even goed en nog met evenveel vuur en passie hun ding doet. Je zou nooit denken dat ze 30 jaar bezig zijn. Ja. En de mensen die dat zo meemaken, het lijkt gewoon alsof het een groep is die pas is ontstaan en nog heel veel doelen voor ogen heeft. En duidelijk dat ze nog heel veel doelen hebben. Ja. Moeten we zeggen van nou, dit keer was hun inkomst naar Suriname een succes. Want ze waren daar eerder in Suriname. Ja, en dat weten we dus in begin 2000 waren ze dus in Suriname. Of misschien zelfs ietsje ervoor. Het is 20 jaar terug. 20 jaar terug, ja, 20 waren jaar in Suriname. Terug. En het was toch wel een beetje, het was een vreemde, voor hen was het een vreemde ervaring, omdat ze niet alleen met christenen hadden samengewerkt, er was waarschijnlijk een financierder daarachter die geen christen was, boomzakelijk. Dus waarschijnlijk was er een of ander ding in de betaling. Toen vond die man dat hij ze niet gaat betalen, dus in plaats van die show, ze naar die show te brengen, heeft hij ze gecommandeerd om dus meteen naar de luchthaven te gaan. Dus ongeveer zo werd het ook erover verteld. En hun show, tijdens die show waren er maar 50 mensen aanwezig. Ja. Dus voor hem was het een ook een heel nieuwe ervaring. Voor hem was het ook echt zoiets van, Suriname, het is goed tussen ons, weet je. Ik zie dat jullie toch wel, dat we toch wel geliefd zijn hier. Ja. Dus het was voor hun toch wel ook een speciale ervaring om dus weer in Suriname te zijn en toch wel te beleven wat zij hebben beleefd. Ja, wat zij hebben meegemaakt. Vandaag in deze maand in Taki praten we dus hierover met Leandro. Wat gaan we dan doen? Wachten op een andere buitenlandse artiest? Voor nu, ten aanzien van Christafari, het idee is nog geen plan. Het idee is er om ze volgend jaar weer te halen en dat we dan dus dat wel commercieel en veel groter gaan oppakken, zodat niemand het mist en dat iedereen op de hoogte is van de komst van Christafari. We hadden maar niet eens een maand, 3 weken om te promoten en bekendmakingen te doen. Dus dat is, weet je, in de promotiewereld is dat nog helemaal niet genoeg. Maar wat we hebben bereikt voor de promotie die we hebben gedaan, zijn we toch wel tevreden. En daarom gaan we dus volgend jaar het helemaal goed maken. Okay. We bedanken Leandro daarvoor.
Ja. Zelf ook, ik ken hem ook als zanger hoor. Maar goed, heeft lang niet opgetreden. Ik weet niet of hij nog zingt, zing je nog? Nee, ik predik en ik ben gospel DJ. Predikant en gospel DJ. Goed,